Vanaf morgen, de 11e van de 11e, is hij weer te koop. Het nieuwe Spengske van de Trekkers. Deze optochtbegeleidingsclub doet ieder jaar een oproep voor een nieuw ontwerp van het speldje, waarmee geld wordt opgehaald voor het goede doel. Het vorig jaar heeft het voor de laatste 3-4 jaar het minste opgeleverd. Dus dat was erg weinig. Ik durf bijna niet te zeggen wieveel, maar misschien zijn klein 10 stuks. Dus dat is erg weinig. Terwijl we andere jaren wel eens 200 gehad hebben. En dan heb ze ook gehad te kiezen. Bij 10 heb ze ook te kiezen. Maar het zou leuker zijn als er veel meer keuze waren natuurlijk. Want we hebben wel weer een schoespengstje. Maar nogmaals gezegd, met meer inzendingen heb ze meer keuze. Ik doe eigenlijk al dikser met. Ik heb ook al een keer eens gewonnen. Dat was al heel lang geleden. Toen woonden we nog daar op de Maret. En ik doe eigenlijk ieder jaar met, als ik mijn ontwerp ben. Waarom is de keuze op dit spengstje gevallen? Het is een heel symbolisch ontwerp voor de Vastenavond van Maastricht. Het mooswief, ja, wie simpel kan het eigenlijk zien, hè? Ja, dat ligt heel kort bij mezelf. Gemak, meestal ook het kort bij mezelf. Vorig jaar afgelopen carnaval ben ik mooswief geweest. Het mooswief van 3 dagen op de Vriet of Henk. Gewoon snel gemaakt en het nostalgische. En toen ben ik zaterdag hier komen kijken. Voor de eerste keer, terwijl ik altijd op Corbie heb gewoond. Na de kranslegging door het prins. En ik denk, maar ju, daar is nog geen spankje van. Ik teken een mooswief met de krans, de groente krans van Chris en Jolan. Dus, en ingeschikt pas zondag. Het is een flink spengstje geworden, hè? Het is zelfs zwoerder als andere jaren, ja. Maar er staat tegenover dat we ook maar 1 kleur hebben. Besluiting geweend dat we een gouden en een zilver hebben. Het is nu maar 1 kleur. Dus zo is het dan zeggen zilver. Maar het is waarschijnlijk de kleur van het mooswief wat achter me staat. Wieveel gaat er verkocht worden en hoe gaat het geld naartoe? We proberen ze allemaal te verkopen en dat zien als ongeveer 2500. En de opbrengst daarvan wordt altijd disponibel gesteld aan de Chariteit van Maastricht. En dit jaar gaat het naar de jeugdprins en prinses van Maastricht. En straks gewoon dan hier duizenden lui lopen met 10 spengsken. Ja, geweldig toch? Super vind ik dat. Ja, echt heel chic. En met mooswief, ja, daar zijn ze trots op.